Veel grote politieke partijen in Almere gaan de gemeenteraadsverkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker. Maar dat verbloemt een beetje dat de belangstelling van vrouwen voor een plek in de gemeenteraad achterblijft, constateert Lea Bouwmeester, oud Tweede Kamerlid voor de PvdA. In het verleden zelf raadslid in Almere. Ze zit in de selectiecommissie van de Almeerse PvdA, die zich buigt over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart. En zij vindt het dringend gewenst dat meer vrouwen zich aanmelden. Mevrouw Bouwmeester, welkom. Is het echt zo zorgelijk? Nou ja, als je een goede gemeenteraad hebt, ben je een brede afspiegeling. En een van die principes is half man, half vrouw. Dat komt de kwaliteit ten goede. En voorlopig is dat er nog niet. Dus dat is wel een groot probleem. En hoe komt dat? Ja, dat heeft heel veel verschillende redenen. Eén daarvan is, denk ik, dat vrouwen over het algemeen wat bescheidener zijn dan mannen. En dus dat mannen sneller zeggen, weet je wat, ik word voorzitter van een clubje of van een vergadering. Ik meld me aan voor de raad. En dat vrouwen meer stimulans nodig hebben. Nou, als je kan vertellen hoe makkelijk je eigenlijk gewoon politiek actief kunt worden en hoe belangrijk het is dat je ook vrouwen in de raad hebt. Daarom sta ik hier. Ja, wat voor redenen geven vrouwen eigenlijk als ze zeggen van, nou, dat lijkt me toch niks, die raad? Ja, ik kan het wel eerlijk uit eigen ervaring vertellen. Toen ik gevraagd werd voor de raad, toen belde ik mijn moeder. Toen zei ik, nou moet je horen, ik ben gevraagd voor de raad. En zo ging het ook voor de Tweede Kamer. Kan ik het wel? Past het wel? Is het niet te druk? Ben ik voldoende ervaren? Het is een beetje hetzelfde met een vacature. Een vrouw kijkt van, wat kan ik nog niet? En een man denkt, nou, ik bezit 2 van de 10 eigenschappen. Dat gaan we doen. De man zegt bijvoorbeeld al ja en gaat daarnaast bedenken hoe dat in de agenda past. En zo, ja. Waarschijnlijk. Ja. Ja, nou wordt er ook wel geklaagd over te weinig ondernemers bijvoorbeeld in de politiek, of te weinig politici met een niet-westerse achtergrond. Is dit nou wezenlijk anders? Nou, ik denk een goede raad, die heeft natuurlijk een brede afspiegeling. Man, vrouw, allerlei achtergronden qua werk, qua culturele achtergrond. Dus dat is sowieso belangrijk. Maar het verschil tussen mannen en vrouwen heeft ook heel erg te maken met hoe benader je problemen. Dus ik vind dat wel een mooie uitspraak van Hillary Clinton. Die zei, als er in de financiële sector meer vrouwen zitten, dan hadden we die crisis nooit gehad. Mannen gaan af op het risico. Die denken, hoppakee, we gaan dat proberen. En vrouwen kijken meer van, nou, even afwegen. En als je dat nou combineert, dan heb je uiteindelijk een betere oplossing. En daar gaat het natuurlijk om. Daarom is het evenwicht zo belangrijk. Ja. Ja. Ook te gast is Fraukje de Jonge, CDA-wethouder in Almere, lijsttrekker voor die partij in maart. Deelt u haar zorgen? Ja, want anders was ik hier ook niet. Het is namelijk etenstijd en de kinderen moeten eten. Dus u doet het alleen voor goed doel, ja. Dat zegt ook wel iets, hè, dat u dat argument aanvoert. Nou ja, dat is natuurlijk naast wat Lea terecht zegt en wat ik ook herken, hoor. Trouwens ook bij mezelf, dat je altijd denkt, kan ik dit wel? En meer focust, misschien ook minder geneigd ben risico te nemen. Dat kan ook. Maar er zijn natuurlijk ook wel gewoon reële dilemma's. Als je meerdere verantwoordelijkheden combineert. Je moet het ook allemaal maar willen. En kijk, ik denk, er is een breder probleem. Want je ziet natuurlijk een ondervertegenwoordiging van vrouwen in heel veel sectoren. En soms laat het zich makkelijk verklaren, soms wat minder makkelijk. Politiek heeft wel als kenmerk, en dat hebben denk ik topfuncties in bedrijven ook, dat het nooit ophoudt. Dus je kunt bijna echt 7 keer 24 uur bezig zijn. Maar dat geldt voor mannen en vrouwen. Ja, maar misschien dat vrouwen vanuit dat die bescheidenheid en die wens om te laten zien dat ze het goed kunnen, ook wel hogere eisen aan zichzelf stellen. Ja, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en het dus ook goed willen doen. Ja. Voordat u wethouder werd, hè, was u fractieassistent bij het CDA, ja, in de Almeerse Raad. Het was een fractie met alleen mannen. Goed, waren ook 2, maar goed. Is de inbreng van een vrouw dan ook essentieel? Ja, dat denk ik wel, want het begon al met de begintijd van vergaderingen. Dat is zoiets buitengewoon eigenaardigs, dat vergaderingen altijd op rottijden zijn. Als je tenminste moet combineren met een gezin, wat ik moest. Dus dan heb je je werk, hè, tot 6 uur, dan ga je naar huis, met je kinderen. Dus laat de vergadering nou om 8:30 beginnen. Dat maakt het zoveel relaxter. Maar dat is toch nog wel een gedoetje geweest, voordat ik dat voor elkaar had. En dat was misschien onbedoeld. Maar het had wel als effect dat ik veel meer stress ervoer. Uiteindelijk wel gelukt dus? Ja. Kijk. Ja. Mijn vergaderingen beginnen altijd laat en eindigen ook laat. En nou bent u op dit moment de enige vrouw in het college in Almere. Ja. Merkt u dat ook aan dat soort dingen?
Nou, dit specifiek niet zo. Maar kijk, je merkt het. Ik vind altijd weer een momentje als je een foto ziet van het totaal. Want dan is het wel ook de secretaris is natuurlijk inmiddels een man. Dus ja, het zijn echt allemaal mannen en ik. Dus, dan kan ook in je voordeel wel, werken, misschien, op een foto? Nou, het valt wel op. Dat is hoef ik weinig voor te doen. Dat is een voordeel. Maar het klopt niet. Hmm. Als je er zo kijk, in je dagelijkse werk ben ik er niet zo mee bezig. We hebben het daar vrijwel nooit over. En het is gewoon zoals het is. Maar het is wel. Ja, dus zo'n foto is zo'n spiegelmomentje. En dat je denkt, nou, het ziet er toch een beetje gek uit. Ja. Het is beter dan dat er helemaal geen vrouw zou staan. Maar het één is wel mager. Ja. Lea Bouwmeester, meer vrouwen in de raad, leidt dat tot andere besluiten? Ja, dat leidt tot andere type discussies. En het leidt daarmee denk ik ook tot andere besluiten. Of meer wel overwogen besluiten. Omdat man en vrouw vaak anders kijken naar onderwerpen. Dus hoe je het benadert, ben je risicomijdend? Ben je juist heel erg verbindend? Dus er komen dan aspecten aan bod die anders misschien onderbelicht zouden blijven? Ja, dat is zo. En het is ook zo dat de interessegebieden verschillen. Dan zou het heel mooi zijn als je de woordvoerders WMO, welzijn, zorg, als dat allemaal mannen zouden zijn. In de Tweede Kamer had de VVD-fractie dat de afgelopen jaar. En dat voegt echt wat toe in zo'n vrouwencommissie. Dus het is natuurlijk ook omgedraaid. Hè? Het is niet voor of tegen mannen of vrouwen. Maar het is ook omgedraaid dat je dan weer waarde toevoegt als je juist mannen op vrouwenonderwerpen zet. Ja. En vrouwen op mannenonderwerpen. Wat zou er nou moeten gebeuren om meer vrouwen op lijsten te krijgen? Om meer vrouwen te werven? Nou, volgens mij is het heel erg belangrijk dat je jezelf beschikbaar stelt als rolmodel. Dus dat doe ik ook bij deze. Als er mensen luisteren die zeggen, goh, ik zou dat best leuk vinden. Maakt mij niet uit van welke partij je bent. Ik wil best helpen. Ik wil ook coachen. En ook gewoon uitleggen, wat houdt dat werk nou in? En je kunt ook, als je eenmaal raadslid bent, ook gewoon heel veel leren terwijl je het doet. Hè. Je hoeft niet meteen net zo slim te zijn als iemand die al heel erg ervaren is. Er is ook ruimte. Dat kun je ook organiseren. Maar het allerbelangrijkste is dat vrouwen denken, hey, ik heb ideeën voor de stad, ik wil dat verbeteren. Zoek iemand op die je daarbij kan helpen als je over de streep getrokken moet worden. En iemand die je ook kan helpen met zo'n sollicitatieprocedure. Want je moet natuurlijk wel zo'n gesprek voeren en dan moet je naar zo'n ledenvergadering. En nou, het helpt al als je niet denkt, dat vind ik allemaal te ingewikkeld. Maar dat je denkt, hey, weet je wat, ik bel Vrouwtje de Jonge op of Lea Bouwmeester of een andere vrouw. En ik zeg gewoon, help mij, hè? Want vrouwen willen elkaar best wel graag helpen. Maar ja, dan moet je ook die vraag stellen. Ja. En vervolgens moeten ze ook de kans krijgen om ook echt op die lijst te komen. Precies. Nou ja, dan moet je ook weer lobbyen in je eigen afdeling. En je moet ook weten, hoe gaat zo'n vergadering? Dus als je hele ervaren kandidaten hebt, die weten hoe dat dan moet en hoe je steun moet organiseren. En, nou, het kan zijn, als je niet weet hoe dat moet, dat het dan op zo'n vergadering alsnog misgaat. Dus dan moet je allemaal goed op voorbereid worden. Ja, nou zitten we een beetje in de sluitingstermijn, zou ik maar zeggen, van de meeste procedures. Kunnen mensen zich nog aanmelden bij het CDA, mevrouw de Jonge? Dat kan zeker. Alleen niet meer voor de lijst van de verkiezingen in maart volgend jaar. Hebt u ook al, ik weet niet of u daar inzicht in hebt, dat ook bij het CDA het aantal vrouwelijke aanmeldingen achterblijft? Dat signaal wat eigenlijk Lea Bouwmeester afgeeft, merkt u daar ook iets van? Nou, bij het CDA niet. Nee. Want bij de PvdA is dat dus wel zo, hè? Want daarom. Ja, maar ik wil niet. Bedoel, kijk, wij hebben het hier denk ik over een structureel probleem. En kijk, er zitten nu in de gemeenteraad in Almere zijn ook een aantal fracties die alleen uit vrouwen. Ja, de VVD, staan. Hè, bijvoorbeeld. De en GroenLinks en de ChristenUnie. Dus dat is eigenlijk opvallend. Maar het punt is natuurlijk, als je gewoon kijkt, we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. Het aantal, ik begrijp dat er in totaal 33 vrouwelijke ministers zijn geweest. Nou, dat is heel, heel erg weinig. Maar als je kijkt, bijvoorbeeld onze oude burgemeester Annemarie Jortsma is actief bij Topvrouwen. Die maakt zich dan druk over vrouwen in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Ja, dat aantal, wat al heel erg laag is, hè, voor beursgenoteerde bedrijven ligt dat op 6,2%. Dat is echt heel laag. En dat loopt terug. Dus soms, omdat ik er niet dagelijks mee bezig ben, denk je soms, nou ja, vrouwen in Nederland krijgen alle kansen, pak ze dan niet, zeuren, kom op. Maar het is echt, dat is te simpel. Er zit echt wel een structureel karakter aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Ja, en daar moeten we het met elkaar over blijven hebben.
Leerbouwmeester. Ja. Nou, blijven hebben inderdaad. En het goede voorbeeld geven. Dus ja. Dat doe jij. Dat doet jouw partij in Almere ook. Maar wat je ook ziet is dat selectiecommissies... of het nou gaat over banen, commissariaten of raadsleden... je zoekt vaak iemand die op jou lijkt. Een soort soortgenoot, want dan kunnen wij samen dat goede dingen doen. En aangezien heel veel mannen in selectiecommissies zitten... Daar gaat het om, is het een risico. Ja, dat is echt zo. En dat zie je ook enorm in de financiële sector. Maar we moeten zo'n man hebben, want die... En dan word je al bijna als anders gezien. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken, heel gek, met uiterlijk. En dan ga ik er niet voor pleiten dat iedereen er hetzelfde uit moet zien. Maar dat zijn allemaal van die factoren die meespelen. Dus ik zeg ook altijd tegen vrouwen, als je iets moet doen, trek een jasje aan. Zorg dat je er zakelijk uitziet. Geen blote schouders. Dat is een les die ik ooit zelf heb geleerd. Ik kreeg een keer een oefening van iemand die zei... ga naar Pauw en Witteman kijken, toen nog Pauw en Witteman. Zet het geluid uit en kijk wie jij serieuzer neemt dan een ander... en waar komt dat door? Nou, dat bleek dus later. Als vrouwen leuke vrolijke jurkjes met oorbellen hebben... dan kom je anders over. Mag allemaal, maar wees je ervan bewust. Goed, bedankt voor deze oproep. Vergezeld van een aantal adviezen en tips. Vrouwtje de Jonge en Lea Bouwmeester.